Ze gaan mij inhalen zometeen hoor, serieus, ik zweer het. Het is niet aardig. Ik moet nu proberen eerste te blijven. Gaat niet lukken waarschijnlijk. Ben ik bang? Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Test Drive Unlimited 2. Vorige aflevering zijn we achter de geweldige toeter van dit ding gekomen. En ik blijf hem tof vinden. Ik ga even mijn pedalen iets dichterbij zetten. En even mijn kabeltjes goed doen en mijn microfoon even dichterbij halen. En dan kunnen we nu beginnen, yay! Oké, even kijken. We gaan verder met het C3 Championship. Want daar waren we de vorige keer ook mee begonnen. We hoeven nog maar 2 races. Oh ja, en die eigenlijk nog. Maar die krijg ik niet beter. Ja, laten we gewoon met deze beginnen. De time trial. Ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet eerder gedaan, dus ik weet het niet. Ik heb hier trouwens ook een lekker blikje energy bij me staan. Komt net uit de koelkast. Lekker koud. Zo. Het is echt vet warm hier, nu, op dit moment. Het is nu 20 mei. Dus, het is zeg maar een aantal dagen voor, een paar weken voordat dit online komt. Even kijken, hoeveel weken ongeveer? 1, 2, 3 weken. Ik heb het uploadschema naast me staan. Dus het is zo'n 3 weken. Dat is best wel veel, Marcel. Ja, dat klopt. Kijker, heb je goed doorgehad. Dus. Nou, ik had zin om even iets op te nemen. En ik had het rustig met school en zo. Dus dan dacht ik van, nou. En ik kon... Minecraft kon ik nog niet opnemen. Want, het is Minecraft. Dan moet je een beetje up-to-date houden. En ik had nog afleveringen liggen. Dus dan dacht ik van, nou. Dat kan dus niet. Sims 3 is hetzelfde verhaal als met Test Drive. Maakt niet uit welke van de twee ik zou doen. Ik heb ze toch wel op voorraad. Gmod kon ik ook nog niet doen. Want daarvoor moet ik in de reacties kijken wat ik moest doen. Dus dat was ook geen optie. Portal 2 is afgelopen. Dus dan blijft Test Drive nog over. Maar meer series heb ik op dit moment niet lopen op mijn kanaal. Ik zou wel meer willen. Kom binnenkort naar... die is al bezig, sorry. Een serie met altijd wat gamen. Daarvan zie je elke maandag een video op mijn kanaal. En dat is een Minecraft Survival serie. Gewoon lekker basic. Oh, en we kunnen overnieuw beginnen. Ik had het niet helemaal goed in de gaten. Shit, het is warm. Ja, ik moet mijn ventilator uitzetten als ik ga opnemen, want... Die ventilator die hoor je op mijn microfoon. Dat vind ik vervelend. Heeft wel eens gevolgd dat ik hem uit moet zetten. Dus. Ja, en ik hoor alles op mijn microfoon, hè. Want ik heb, zeg maar, een mixer. En daar komt alles op binnen. En dan hoor ik mezelf tegelijkertijd wanneer ik aan het opnemen ben. Een heleboel YouTubers hebben dat niet. Want die hebben gewoon een USB-microfoon en die sluiten hem aan op hun computer. Nou, ik heb een XLR-microfoon, dus ik kan mijn koptelefoon gewoon inpluggen op mijn mixer. En hoor ik alles wat er over de master gaat. En dus ook mijn microfoon. Nou, ik vind het fijn werken hoor. Dan hoor ik zelf dus precies hoe hard ik boven het geluid van de game uitkom. Want de game, het gamevolume, komt er ook op binnen. Dus ik vind het echt vet relaxed werken zo. Maar goed, nou ja. Dus ik weet precies wat er wel en niet over de microfoon heen komt. En ik faal alweer. Marcel, faalhaas dat je bent. Je bent echt één faalhaas gewoon. Dat ben je. Nou, leuk, dankjewel. Nou, wat moet je anders zeggen? Ja, graag gedaan. Wauw. Oké, dan gaan we nu hier links. En ik wil het nu gewoon goed doen. Dus we gaan gewoon een beetje afsnijden hier en daar. En ik had eigenlijk een andere auto moeten kiezen. Deze auto is gewoon niet goed voor dit soort dingen.
Er is een snellere Ferrari namelijk. Dus qua snelheid is deze niet al te best. Maar goed, ja, hij doet zijn werk. Ah, je kan ook niet alles hebben hoor, in je leven. Dus soms moet je gewoon doen met wat je hebt. En als je dit al hebt, dan mag je volgens mij al best wel blij zijn hoor. Als je een hele mooie Ferrari Dino hebt. Er zijn mensen die kunnen dat niet zeggen hoor. Dat ze zo'n auto hebben. Er zijn ook weinig mensen die kunnen zeggen dat ze er een boom op zijn geknald. Nou ja, ik ben er een van die het wel kan zeggen. Ook al was het virtueel, ik kan dat zeggen. Want hey, het is wel gebeurd. Dus, denk daar maar eens over na. Nou, tegen bomen opknallen is nooit leuk. Bomen zijn vet vervelend. Ze hebben het zelf niet door. Dat is het erg nog wel. Maar ze zijn vet vervelend. Want als ik dan onder een boom doorfiets, dan op een of andere magische manier komt er dan altijd wel weer iets uit die boom. Meestal is dan een blaadje of zo. En die valt dan op een of andere manier valt hij dan op mij. Op mij gewoon. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik heb iets tegen bomen. Bomen hebben niks tegen mij. Ik heb wel ook iets tegen lantaarnpalen. Of stroompalen. Die zorgen er ook voor dat ik ga falen. Dat vind ik ook niet echt leuk. Energy, snel! Oh, dat pro-height. Ik was precies op tijd. Oh, dat was niet de bedoeling. En karren, kom op, door. Tempo. Zo, en bochtje. Goed zo, brave auto. 2 seconden, nice. 2 seconden voorsprong. Dat mag best vaker gebeuren. Dit mag niet best vaker gebeuren. Penalty hebben. Want penalties zijn stom. Weet je het even. Die penalties moet je altijd even uitschelden. Dat is wel leuk. Nee, erg grapje. Nee, maar penalties zijn wel altijd best vervelend. Dat is volgens mij iedereen wel met mij eens. Of nou in het race is of met voetbal bijvoorbeeld. Met voetbal zijn penalties ook al vervelend. Oh, ik moet weer wat zwaarder sturen. Ik ben het sturen in Need for Speed Most Wanted 2012 gewend. En daar stuur je echt heel licht. Echt heel erg lichtjes. Want daar staat die sensitivity van het stuurwiel van mij staat zo hoog afgesteld daar. En dat is zoveel anders dan een test drive. En bij mij bugt de game hem ook een beetje. In Need for Speed. Als ik dan instellingen wil aanpassen, dan blijft die steeds maar gewoon doorgaan. Alsof er iets op een of andere toets drukt ofzo. En dat is niet zo, maar dat is dus vervelend. Oké, waarschijnlijk gaan we ons niet lukken, maar wie weet. Nope! Ik ben al blij genoeg. Ah, dat wordt hem niet. Weet je, ik ga hem nu gewoon opgeven. Kan nog net voor de finish. Zo, nu heb ik hem niet voltooid. Oh, wat ben ik toch weer een sneaky bastard, hè. Ik moet even kijken hoe ik namelijk in de klassement sta, zometeen. Als ik deze gehaald heb. Want deze moet lukken, dat weet ik nu al. Dat moet goed gaan. Even kijken. Be the first to crush the finish line. Nou, leuk. Race Hoa Loa Park. Nooit van gehoord. Laten we maar gewoon beginnen. Dan zie ik zo meteen wel hoe hoog ik in het klassement sta. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik weet het wel. Laten we nou maar gewoon racen. Jongens, jullie auto's klinken niet gezond. Die van mij wel. Die van mij is super pro. Zo. Ah, deze classic cars. Dat zijn geweldige auto's. Maar tegelijkertijd ook niet. Ik zou er zelf geen willen hebben eigenlijk.
Hey. Niet doen. Nee. Stout. Alleen ik mag eerst staan. Dit is mijn race. Ik eerste. Ik wil eerste staan. Zo, afsnijden. Boeien. Gewoon er langs gaan. Dat is een goede tip. Nee, soms wordt het een beetje moeilijk en dan moet je een beetje vals spelen. Ja, dat doen we allemaal wel eens. Sommige mensen, bijvoorbeeld in Call of Duty. Dan gaan ze lekker het glitchje. Ik speel zelf geen COD. Alleen een skin die gratis weekends van Steam. Oh! Hey. Nee! Dat is niet de bedoeling. Dat is niet leuk. Nog een keer. Of niet? Dat is toch een lantaarnpaal. Ik zei toch, ik heb iets tegen lantaarnpalen. Zo. Oké, nu gaat hij goed. Hoop ik. Je kan het nooit met zekerheid zeggen, maar er is altijd hoop. Ze gaan er maar zo meteen links aan. Oh, ik zei het toch? Ze doen het wel volgens de regels, dat is wel weer aardig. Want dat gebeurt lang niet altijd in deze game. Als iedereen volgens de regels speelt. Ik ook niet. Maar soms moet je gewoon de regels een beetje aanpassen naar jouw zin. Zoals jij zin hebt van, hey, ik wil dit doen, dan moet je gewoon de regels even een beetje aanpassen. Nou, zo gaat dat. Jongen, ga aan de kant. Hé, hey, dat is niet aardig. Dat doen we niet zo. Zo leuk. Mensjes aan de kant beuken. Ja, het blijft echt leuk hoor. Dat is een van mijn favoriete bezigheden. Dat is niet helemaal waar, maar wel gedeeltelijk. Weer een paal, hè? Weer een paal. Oké, ik ben weer op de weg. Ja, dit gaat helemaal goed. Helemaal volgens plan. Ze proberen mij weer in te halen hoor. Hoor je dat? Ja, links van mij. Blijf achter mij. Hé, hey, ik ga jou toch ook niet inhalen. Zometeen wel. Ja, al mij. Die kun je terug verwachten. Ja, daar had je niet op gerekend, hè? Had je echt niet op gerekend. Ga aan de kant! We moeten langs. Stom wijf. Oh, ik ga van de weg af. Dat is niet de bedoeling. Oké. Zit er ook nog een links van mij? Links achter mij. Ja, moet je maar aan de kant gaan. Ja, nu sta ik weer eerste. Waarschijnlijk niet voor heel lang, maar ik sta wel eerste. No, laatste. Ze gaan mij inhalen zometeen hoor. Serieus, ik zweer het. Het is niet aardig. Ik moet nu proberen eerste te blijven. Gaat niet lukken waarschijnlijk. Ben ik bang. Of toch wel. Gaat dat lukken? Het gaat lukken. Yes! 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 Boeia! Gelukt! Dank je. Ik wil mijn ouders bedanken. Mijn computer. Konijn. Iedereen. Alles. Mijn ei. Weet ik veel. Ik zeg ook maar wat. Goed. Oké. Even terug. Hoe sta ik in het klassement? Ik kan de volgende race gewoon verliezen. Nou, laten we dat gewoon eens doen. Oké, we zijn nu ongeveer 14 minuten bezig. Laten we gewoon nog een raceje doen. Omdat het leuk is en we moeten het toch afleren. Even een eentje tussendoor. Blijft lekker. Echt wel. Goed, time. Precies. Start. We kunnen deze race nu gewoon verprutsen, maar ik ben wel weer zo artistisch van, ik wil hem gewoon winnen. Ja. Tegen sommige dingen kan ik gewoon niet. Dat zijn er bij mij in huis best wel veel af en toe, maar over het algemeen ben ik niet autistisch hoor. Maar er zijn gewoon een aantal dingen waarvan ik zeg van, hey, dat moet je niet veranderen. Daar kan ik niet tegen.
ik kan zo gauw even geen voorbeeld. Nou ja, laatst nog. Mijn ouders hadden het leuke idee. We hebben zo'n hele mooie bestekla in onze keuken. We hadden het hele mooie idee om die bestekla anders in te delen. Daar kan ik dus niet tegen. Want dan ben je gewend, grote messen daar, kleine messen daar, grote vorken daar, kleine vorken daar. Ja, we hebben kleine messen en kleine vorken. Want, we hebben een hele poos nog, ik had een hele poos nog een klein zusje. En die ging nog niet met grote bestek mee. Ik vroeg er ook niet, dat is logisch. Maar dus, de grote vorken moesten daar, de kleine vorken moesten daar, de grote messen daar, kleine messen daar, nou enzovoort. Alles had zijn eigen laadje. In zijn eigen vakje in de la. Als ze dat gaan veranderen, ja, dan weet ik niet meer wat waar moet. Want ze vertellen mij niet wat waar moet. Daar kun ik niet tegen. Dus dan moet ik daar steeds weer aan wennen. En dat kan ik niet. Ik kan er niet goed aan wennen. Nou ja, maar ze hebben het laatst ook weer teruggedraaid hoor. Dus het is helemaal geen probleem meer nu. Maar dat zijn van die dingen, daar moet je gewoon vanaf blijven. Blijf met je vuile poten er vanaf. Anders moet ik weer wennen en zo. Je weet zelf. Kijk, veranderingen die ik wel tof vind, zijn bijvoorbeeld nieuwe dingen. Gewoon echt compleet nieuwe dingen in ons huis. Zoals gewoon een nieuwe tv bijvoorbeeld. Vind ik super tof. Als wij een nieuwe tv krijgen, dan ben ik altijd degene die er als eerste mee bezig is. Want ik vind dat soort dingen vind ik leuk. Dus nou ja. Goed, we hebben het niet bijster goed gedaan of zo. We hebben iets van 1,60. Ja. Oh nee, 160. Ja, ongeveer 1 minuut 60. En dat moest ergens in 1,55 zijn. Maar we hebben wel mooi daar $160,000 mee verdiend. Wat vet leuk en zo. En nu staan wij. We zijn wel 50 geworden. Het komt beter. Maar we staan wel 51 punten. En de nummer 2 die heeft er maar 44. Dus we staan nog goed op zich. We staan 10 min. Oh nee, nu krijgen we dit weer. Nee! 7 punten toch? Ja, 7. Oh pro, ik ben vet cool. Ik ben vet pro, alles. Ik daar nog over na moest denken. Bravo 3, kom op Marcel. Wauw, je faalt. Dat klopt. Oh, voel die koude energy. Ah, dat kunnen jullie niet. Haha. Tenzij je ook koude energy hebt. Echt wel, ongelooflijk hè. Boeia, level up. We zijn nu level 19. En daarmee zijn we someone. En ik level 440 punten. Cool. Oké. Viewpoint holograms. Holograms now indicates the viewpoint position for the photographer. They are only displayed in free ride. Oh, nu kunnen we zien waar. Oh, dat. Oh, dat is nice. Nu kunnen we dus, wanneer we ergens bij een foto komen, dan komt er zo'n icoontje boven te staan van, hey, hier kan je een foto maken. Weet je wel, net zoals daar bij die, daar zo. Zo'n icoontje. Zoals je daar ziet met die racing school. Zo'n icoontje komt er boven te staan. Dat is vet cool. Dat vind ik een coole toevoeging. Oké, maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Test Drive Unlimited 2. Deze auto gaan we weggooien en we gaan er een nieuwe, snellere auto voor kopen. Oh! Niet in één keer uitvoegen, joh. Nee, we gaan er een andere auto voor kopen, want deze auto is echt niet snel genoeg. Die moet veel sneller. Want er komt nog eens een keer een C3 High. En nog eens een keer een Ibiza Cup. Of een Hawaii Cup. Ibiza Cup hebben we al gehad. Er komt nog eens een keer een Hawaii Cup Area 1 en een Hawaii Cup Area 2, volgens mij. En dan gaan ze alle gebieden bij langs of zo. Weet ik het. Volgens mij is Hawaii 4 gebieden. Ik, zover ben ik in mijn eigen spel nog niet eens. Oh! Dat was een muurtje. Goed zo, goed gezien Marcel. Dat heb je goed door. Oh, ik rij tegen het verkeer in. Dat is ook niet echt handig. Ik wil geen huis kopen. Goed, ik ben veel te veel bezig. Volgende aflevering gaan we even lekker kloten.
Heb ik zin in. Wow, wat was dat? Roads Discovered. Oké, cool. Volgende aflevering gaan we gewoon even lekker kloten, denk ik. Want daar heb ik zin in. Want we zijn nu een heleboel afleveringen zijn we gewoon vet serieus geweest. Volgens mij heb ik geen enkele aflevering zitten klooien. We zijn nu dus al gewoon 48 afleveringen gewoon vet serieus geweest en zo. We hebben geen één keer gewoon lol getrapt. Waarom niet? Dus dat gaan we de volgende aflevering doen. Ik ben alweer 20 minuten bezig. Nou en schijt dan dat. We zijn blij, want we hebben... Het is en zomer ongeveer, zoiets. Het is 10 juni. Voor jullie wel. Jullie bofkonten. Voor mij is het nog maar 20 mei. Nou, maar die 10 juni komt voor mij ook wel eens hoor. Oh, boeia. Bro! Nee, maar het is echt mooi weer buiten. Dus, mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op dat duimpje omhoog als er bij jou ook zo'n mooi weer is. En als jij ook blij bent. Vooral die koude energy, dat doet het hem. Daar mag je helemaal blij om zijn. Ja, dan moet je vaker voor jezelf regelen. En ik ga tegen hem aanknallen. Dat is grappig. Oké. Oké. Andrem is er weer af. Goed. Bedankt voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog. Druk ook op het knopje abonneren en op het knopje delen. Dat kan allemaal hieronder. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer terug. Dan gaan we even lekker klooien. En dan gaan we mensjes boos maken. Net zoals die autobestuurder daar zo. Die is ook vet boos, want ik ben tegen hem aangeknald. En nu ga ik nog een keer tegen hem aanknallen. En, niet echt jou. Maar ik heb je wel geraakt. Oké. Dit gaat nergens meer naartoe. Koelkast, juist. Mensen, bedankt voor het kijken. Wauw. Bedankt voor het kijken en tot later. Doei! Auto! Kom hier. Nee! Doei!